allemaal, welkom bij mijn allereerste Plan With Me video. In deze video's wil ik graag elke week mijn week gaan plannen met stickers, washi tape en allemaal leuke decoraties wat ik heb verzameld. De dingen die ik dus al weet wat gaan komen of wat al gepland staan, die heb ik opgeschreven op een notitieblaadje. Zodat ik die later als het klaar is allemaal op kan schrijven. En de eerste week van mijn agenda begint natuurlijk met het jaarwisseling. En dat is ook het thema die ik voor deze week wil gaan doen. Ik heb zelf stickers gemaakt via InDesign. Omdat ik ze niet echt... ik wilde ze niet gaan bestellen via Etsy. En ik vond niet alles mooi. En ik wilde het graag ook zelf leren. Dus dit zijn de stickers die ik allemaal zelf heb ontworpen. En zelf heb gemaakt en geprint op stickervellen. Dus ik wil ze best wel eens even laten zien aan jullie. Als eerste zal ik jullie die checklist laten zien. Je hebt ze ook in hartjes en ik heb ze met sterretjes gedaan. Ze zijn er natuurlijk niet perfect. En ik heb de themakleuren gebruikt die ik vaak zag via de Etsy site. Geel, grijzig en zwart. Dus die heb ik dus van donker naar licht laten kleuren. Hieronder heb je de full boxes. Ik heb gewoon via Google patronen opgezocht met de kleuren. En de leukste heb ik uitgezocht en erin gezet. Wil je nou weten hoe ik dat heb gedaan? Laat het me dan even weten. Dan kan ik jullie ook alles erover leren. En hieronder heb ik headers gemaakt met een lettertype die ik zelf heb gevonden via internet en heb geïnstalleerd. Als je wil weten hoe je dat moet doen, laat het me dan ook weten hieronder. Dan kan ik je dat eventueel laten zien als je dat leuk vindt. Als je het bestelt via de Etsy site, krijg je alles in het Engels. To do, tomorrow, maakt niet uit wat. En ik heb het natuurlijk lekker in het Nederlands gedaan. Te doen, vandaag, onthouden en overig heb ik hier al staan. Dan heb ik hier al halfboxes. Dat zijn deze. En in het midden van die halfboxes heb ik een doorzichtig vierkantje erin gezet, zodat je daar makkelijker op kan schrijven en het duidelijker is. In ieder geval, dat is de bedoeling. Dus ik moet nog maar zien of dat werkt. Dan heb je van die balkjes waar je wat op kan schrijven en eventueel hier een leuk stickertje op kan plakken. Halfboxes, checklisten. Checkboxes, ook met donker naar licht gekleurd. En ook weer met sterretjes, zodat het bij de rest past. Allemaal druppels heb ik ook zelf ontworpen. Ik moest toch maar even zelf gaan uitvinden hoe ik dat ging doen. En dan heb je nog meer, headers. Want niet altijd ga ik te doen of vandaag gebruiken. Dus hier heb ik ook YouTube en uploaden. Editen en bestellen. En werk en wat leger met een hartje in plaats van een sterretje. Dus dat kan ook. Dat kan je dus bijvoorbeeld gebruiken als je een maaltijd hebt voor die dag die je er ook kan schrijven of zo. Of iets dergelijks. Hier heb ik dus een weekend planner gemaakt helemaal zelf. Deze balken hieronder en boven, die heb ik op maat gemaakt. Zodat ze hieronder kunnen worden geplakt. En deze zijbalk heb ik op maat gemaakt, zodat die hier al opgeplakt kon worden. Mocht ik daar zin in hebben. Dan ga ik even voor je inzoomen. Hier heb ik dus een werkrooster. Wil ik dat opschrijven, zodat ik mijn tijden kan opschrijven voor die week. En een roostertje, om het zo maar te noemen. En een lijstje waarmee ik mijn uitgaven voor elke dag kan opschrijven. Zodat ik kan bijhouden hoeveel ik per week uitgeef. Dan had ik er nog eentje. Ik had niet zoveel decoraties. Dus ik heb een bladzijde gemaakt met allemaal decoratiestickers. Dit vierkantje heb ik op maat gemaakt. Zodat die hier in de hoek kon worden geplakt. En daar staat gelukkig nieuwjaar keep positive. Dus blijf positief. En verschillende maten van champagne en strikjes. Zodat ik toch wat heb om te versieren. Waar ik eigenlijk net pas achter kom is dat er nog een plasticje zit op mijn liniaal. Vaak laat ik deze altijd zitten omdat ik heel zuinig erop ben. Maar nu glimt hij extra mooi. Deze moet je er natuurlijk wel afhalen als je gaat plakken. Maar ik ben heel voorzichtig, dus ik heb geen zin om nog een nieuwe te moeten bestellen.
En deze gaat weg. Ga ik eerst even kijken welke tape ik wil gaan gebruiken. Wat bij die stickers past. Dit ziet er vrij oranje donkerachtig uit. Even kijken welke ik het mooist vind. Ik denk dat ik deze gele het beste vind. Om te kijken of ik nog wat kan doen die niet. Het is wel heel donker, maar ik vind dat glitter vind ik wel weer heel leuk passen bij het nieuwjaar. Hi Dickie. Even kijken hoor. Deze zilver vind ik ook wel passen bij het nieuwjaar. Maar even kijken hoor. Die denk ik niet. Ik denk ook niet dat ik te veel moet doen van de grijze. En de zwarte. Die niet. Ik zit te twijfelen tussen die twee. Dus dan ga ik eerst even beginnen met... Even kijken hoor. Waarmee wil ik beginnen? Ik heb natuurlijk ook nog die andere boxen die ik eronder kan plakken. Dus dan moet ik even kijken welke ik ga gebruiken. Wil ik deze boxen gebruiken of wil ik washi tape? Ik vind deze zijkant vind ik wel heel mooi om te gebruiken, ook om aan de zijkant te plakken. Dan kan ik eventueel later nog die er bovenop plakken. Lastige keuze. Als eerste ga ik maar denk ik alle stickers eerst even uitknippen. Dat is natuurlijk wel een nadeel als je zelf print. Je hebt niet een machine die het ook voor je voorsnijdt. En hiermee kan je dus ook kleine foutjes maken als je snijdt of als je knipt. Dus ik ga dat maar eerst eventjes doen. Oké, dit duurde iets langer dan ik had verwacht. En ik heb geprobeerd om het zo goed mogelijk uit te snijden. Met een precisiemesje. Maar ik hoop dat ze dus nu allemaal nog passen in mijn agenda. Het is natuurlijk niet zo perfect gegaan als ik zou willen. Maar ik heb alles uitgesneden. En dan ga ik even kijken of ik die erin kan plakken. Ik heb trouwens ook nog schaartjes die ik kan gebruiken. Deze vond ik ook nog. Ik denk van nou de kleuren zoals zilver, geel... Die passen wel bij het thema die ik vandaag heb. Dus ik ga even kijken hoe ik het allemaal kan gaan versieren. In ieder geval. Ik ga plannen deze maand, deze week. Even kijken, waar zal ik mee beginnen? Laat ik beginnen met vandaag. Even kijken of het allemaal een beetje goed is uitgesneden. Even kijken of ik je dat een beetje kan laten zien. Nou, daar is dat kleine dingetje. Ik heb het op het lettertype zelf ontworpen. Zo dus kan je dus zien hoe die is. En ik hoop eigenlijk dat die gewoon past. Gaan we even kijken. Kijken of die past. Nou, het ziet er op zich wel netjes uit, vind ik zelf. Ik zal even inzoomen. Dit is dus mijn eigen eerste sticker. Ook mijn eigen eerste Erin Condren Life Planner. En eigenlijk kan je dit dus doen met alle soorten agenda's die je kan kopen of die je leuk vindt. Schoolagenda's zijn vaak hier al versierd. Als je bijvoorbeeld een saaie agenda hebt gevonden bij de Hema, die vrij kaal is, kan je denk ik zelf alles opmeten. En als je een beetje weet hoe je stickers moet maken, kan je dus zelf... je agenda met je eigen stickers opfleuren. Ga ik even kijken of ik nog meer kan plakken voordat mijn batterij eruit. Voordat mijn batterij op is. Ik ben vrij precies hoor, Pietje precies. Dus mocht dit nou niet helemaal gaan zoals je denkt dat het ging of moet gaan. Zie je mijn hoofd? Ik weet het niet. Sorry daarvoor. Als stickertjes nou te klein zijn, gebruik dan gewoon ook een pincette daarvoor. Want waarom niet? Nou, dat ziet er op zich goed uit. Toch? Nou, dat kan best.
Normaal gesproken worden er 3 kleuren gebruikt voor zo'n planner, voor zo'n thema. Kijk, nu kan je hem dus mooi dubbel vouwen, dan kan je er weer wat beter bij. Ik vind het zo leuk om te doen, hè? Oh, ietsjes. Nee, die zit scheef. Even kijken hoe makkelijk deze stickers eraf te halen zijn. Vrij makkelijk. Dus dat is wel lekker. Dit zijn gewoon stickers. Stickervellen van van een winkel hier in de buurt, in het dorp. En die stickers kun je dus vrij makkelijk eraf halen. Wat wel fijn is, want dat zal niet de eerste keer zijn dat er moet worden verschoven. Ik kies voor vandaag daarboven als eerste. Als het een beetje mooi wil. Sorry als je het niet goed ziet of als ik iets niet helemaal goed doe. Ik ben qua maken van stickers best wel een perfectionist. Maar als er iets is waarvan je zegt van goh, dat moet je even veranderen of iets dergelijks. Opbouwende kritiek is dus is natuurlijk altijd welkom. Vandaag. Nou ja, het zal grotendeels wel uitslapen worden op die vrijdag. Maar en 9 van de 10 mensen en heel veel mensen hebben vakantie. Dat waren dus de eerste bovenste. Nou, dat is alvast 1. Laat ik de volgende ook alvast maar gaan plakken. En dat is bij mij dan te doen. Nu zou ik dus alle kleuren bij elkaar kunnen laten houden. Dus geel, grijs, zwart. Of donkergrijs, sorry. Maar ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Wat zal ik doen? Ik zal hier wel overig op plakken. Zoals ik het zie. Deze is ook iets te dun uitgesneden, waardoor het groene er boven of onderuit komt. Nou ja, een klein beetje scheef hier en daar, maar ik vind het op zich nog prima uitzien. Om het zelf maar op te noemen. Ja. Ja, nou, begin is er in ieder geval. Even kijken hoor, wat ga ik daarna doen? Ik ga denk ik eerst beginnen met de... met deze boxes. En ik vind zelf dat er heel weinig geel is.
Dus ik ga beginnen met een gele staartjesbox. Die er oké uitziet. Kijken of die past en of het een beetje leuk eruit komt. Kijken of jullie dat ook een beetje goed kunnen zien zo. Het ziet er toch best wel oké uit. Daar was ik weer. De batterij viel uit, of in ieder geval was leeg. Even kijken wat ik nu zal gaan doen. Ik ga eerst denk ik beginnen met de volboxes die ik hier heb. En die in de middelste rij plakken. Ik vind het er op zich oké uitzien. Welke vind ik mooi? Ik denk toch dat ik voor de glitter ga. En dat ik die hieronder ga doen. Even kijken of dat werkt. Dan ga ik hem even dichtklappen. En dan gaan we even plakken. Kijken hoe ik dat het beste kan doen. Het is wel vrij donker in mijn opzicht dan, maar het is wel weer, het heet wel iets. Deze geel was te licht en nu heb ik die en ik vond deze ook wel leuk. Nu even kijken welke van de twee ik er op zal gaan doen. Ik blijf het leuk vinden om eigen stickers te maken. Het geeft toch weer even dat persoonlijke dingetje en een beetje de trots om het zomaar te noemen. Ik vind het wel leuk om dan elke week in de hoek van de pagina een eigen quote neer te zetten. Of een quote, niet per se van mezelf natuurlijk. Dan ga ik deze er op plakken. Zomaar. De pagina kruikelt wel een beetje, maar als ik hem goed vastzet, komt dat vast wel goed. Ben ik eruit? Ik denk dat ik deze gewoon doe.
was eerst bang toen ik dat zag, dat ze de washi-tape eraf scheurde, dat het heel lelijk zou worden. Maar het valt eigenlijk best wel mee. Dus dat scheelt weer. Even kijken hoor. Dan ga ik eerst nog die onder boxen versieren, denk ik. Of in ieder geval wat erop gooien. Tot nu toe is het vrij leeg wat er in mijn agenda staat op december. Ik doe eerst denk ik die halfboxes die ik heb. Die kan ik er wel leuk bij doen. Dan vind ik deze wel erg mooi. Laat ik alvast beginnen met de eerste decoratie. Misschien ook wel leuk om op te pakken. Oh. Ja, die ben ik vergeten. Mijn persoonlijke weekend banner. YouTube, by the way. En dan pak ik even mijn pennetjes die ik ervoor wil gebruiken. Dan gebruik ik de grijze. En dit zijn fineliners die ik van de HEMA heb meegenomen. Zo. Deze fineliners die schrijven wel heel erg fijn. Ik laat ze voor de zekerheid nog wel even drogen. Even kijken hoor. Dan heb ik deze van Sweet Kawaii. En even kijken of ik voor jullie kan inzoomen. Zo, dan zoom ik even uit en ik denk dat ik dan het grootste gedeelte en de belangrijkste dingen dan wel heb. Hij is vrij leeg. Dat komt omdat ik best wel vroeg ben begonnen met deze, met het filmen van deze Plan With Me. Dus er komen nog allemaal dingen bij. En zodra dat er allemaal bij staat, zien jullie het natuurlijk meteen. Je kan het, ik zal een foto plaatsen als het klaar is. Zal ik een foto plaatsen op mijn Twitter. En een foto op mijn Instagram. Maar misschien is het voor mij handiger als ik nog een Instagram ga maken. Speciaal voor deze dingen. Dit was dus mijn eerste Plan With Me. Tot nu toe ben ik er vrij tevreden over. Het zijn mijn eigen stickers die mooi erop staan en mooi zijn gelukt. En het zijn altijd wel kleine dingetjes die ik kan leren. Ik heb niet zoveel decoraties wat altijd wel erbij kan. En omdat ik vroeg begonnen ben met filmen heb ik niet zoveel dingen om op te schrijven. Maar tot nu toe ben ik zeer tevreden. Dus genoeg weken en genoeg maanden om dat nog te doen. Dankjewel voor het kijken. Vond je het nou een leuk filmpje? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor nog meer Plan With Me video's. En dan tot volgende week. Dag!